Maud zit mij allemaal gebaren te maken. Ja, ik zit de druk gebaren te maken, want we hebben namelijk Carla aan de telefoon hangen. Oh, Carla. Carla Mohammed. Ja. En zij komt wat vertellen over de kick-off van Katie Coty. En dat zijn allemaal activiteiten rondom de afschaffing van de slavernij. Carla, even kijken of we daar naar voren kunnen halen. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Carla, hoor je ons? Ja, ik hoor jullie heel goed. Wij horen jou nu ook goed. Ja, mag je hard praten waar je bent? Of, want het klinkt alsof je heel zachtjes praat. Oh ja? Ik kan ook wel schreeuwen, maar dat doe ik niet. Oh nee, maar dit klinkt al veel... Je staat meteen aan. Leuk. Ja, beter. Hoi. Oh. Vertel eens, wat gaat er gebeuren? Het gaat er gebeuren. Het is al gebeurd. 1 juni is al geweest. Ja, weet je. Wij zijn comité 30 juni, 1 juli. En wij doen in de hele maand juni, op verschillende momenten, wat mogelijk is, hebben wij een activiteit. En we beginnen met de kick-off. En dat was gewoon op 1 juni. Ja. Dat hebben we samen met het Stadsmuseum en de Tijdlab. Ja. Maar wat gaat er de komende weken nog? Kun je 1 of 2 of 3 bijzondere dingen noemen die nog gaan gebeuren? Nou, sowieso vinden wij de dialoog die wij elk jaar hebben. Dat je die korte dialoogtafel. Vinden wij heel belangrijk. Maar dit jaar is het niet live. Het is weer online. En doen we met een jongere groep. Ja. Een nieuwe jongere groep die we gestart zijn. Dat is nog een verrassing. Die gaan zichzelf voorstellen. Dat doen we ook weer in het Tijdlab. Het is op de 26e juni. We beginnen van 2 uur. Om 2 uur tot 3:30 hebben wij daar de jongeren. Mm-hmm. Op 30 juni ga ik dus nou meteen daar voorbereidingen voor treffen. Om een herdenking te organiseren. Ja. Waarbij we onze voorouders echt herdenken. Voordat we op 1 juli aftrappen met Feest van de Vrijheid. En dat wordt georganiseerd door een andere stichting. Waarom, Carla, is het nog steeds belangrijk? Ja, ik vraag naar de bekende weg, maar ik doe het toch. Waarom is het belangrijk dat er op deze manier stilgestaan wordt bij de slavernij en bij uiteindelijk de opheffing van de slavernij. Waarom is dat voor jou belangrijk dat we dat nu nog steeds doen? Jij stelt me een vraag waarom ik dat nu nog steeds doe. Ik ga u eerlijk vertellen, ik zal het doen zolang ik leef. Kijk. En weet je waarom? Nee. Omdat die kant van onze geschiedenis, de gedwongen geschiedenis, nog steeds onderbelicht is gebleven in onze samenleving. Met name in Tilburg vind ik het eigenlijk nog zwakjes. Vandaar dat we in de afgelopen tijd, ik ben vanaf 2013 begonnen met een dialoogtafel, dus niet mijn creatie, en een dialoogtafel waarbij we, ik zeg het maar, zwarte en witte mensen bij elkaar proberen te krijgen om gewoon het verhaal te vertellen. Ja. Wie ben jij nou? Maak eens kennis met elkaar. Ja. Ja, ja, ik denk dat alsof we bang zijn van elkaar. Ja. En waarom is het in Tilburg dan nog zo zwakjes? Zoals u zei? Ik weet het niet. Ik denk in de 70e jaren was Tilburg best wel booming, denk ik. Maar ik denk dat die generatie weggetrokken is. En er is een gat gevallen, hè? Je was bezig met je kinderen opvoeden. Je hebt hele andere dingen. Je was survival bezig. Je was bezig met het vechten, of echt vechten, tegen echt discriminatie. Op basis gewoon maar van je huidskleur. Dus je moest continu in gesprek met jezelf. Ja. En met je kennissen. Om te kijken van gewoon, hoe gaan we dit nou keren? Nou, de jaren vliegen natuurlijk voorbij, hè? Ja, ja. En op een gegeven moment sta je op en je denkt van, nou, ik kom uit de Randstad. En toen dacht ik, ga hier gewoon beginnen. Ja. Want het is hier nog een beetje slapend. Ja. Het is er wel. Ja. En uiteindelijk gaat het dan ook uitlopen op, krijgen we in Tilburg een monument. Dat wordt volgend jaar waarschijnlijk. Een slavernijmonument ter herinnering aan dat deel van de, toch wel het zwarte deel van onze geschiedenis, toch? Nou, ik noem het niet zwart. Daar ga je weer met die term zwart. Ik hou daar helemaal niet van. Nee, ik bedoel donker deel. Zwart betekent negatief. Nee, ik bedoel donker deel van de geschiedenis. Het is gewoon een geschiedenis die wij samen, onze voorouders, hebben meegemaakt. Wij niet. Nee. Wij zwarte mensen ondervinden alleen maar, en witte mensen ook, de doorwerking ervan. Ja. En die doorwerking is inderdaad voor zwarte mensen eigenlijk best wel negatief. Kijk maar naar de Black Lives Matter. Ja. Kijk maar naar hoeveel
leter wordt gedaan aan toch wel onze zwarte huid. Ik zeg het maar zoals het is. Ja. En dan misschien ben ik wel nieuwsgierig, Clara, want ik ben iemand, ik wil dat heel graag goed doen. Ik zou heel graag, want zoiets als Loet net zegt, had ik ook zo kunnen zeggen. En dat doen we met alle, we staan open in een gesprek. Hoe kun je daar nou een soort van tegenwapen? Of hoe kun je het goed doen? Moeten we daar veel mee bezig zijn? Of hoe sta jij daarin? Wat is dan belangrijk voor ons om te doen? Om daarmee, om met dit onderwerp goed te behandelen. Maar wie bedoel je met ons? Wie is ons? De mensen bijvoorbeeld die ik kom van, ja, ik heb dit verhaal is voor mij ook een soort van, Katie Cotty, ik ben net aan het afgevragen, wat betekent bijvoorbeeld Katie Cotty? Ik weet niet, heeft iets te maken met breek de ketenen of zo? Katie Cotty, ketenen die moeten worden gebroken? Of, helemaal goed. Ja, dus ik probeer heel erg, ik ben heel erg onderzoekend en vragend bezig. En voor mij is het voor een deel toch nieuwe informatie. En dan zijn het misschien ons de mensen die meer willen weten, maar dat nog niet weten. Ja, nee, maar het is goed dat je dat ook durft te zeggen, hè? Ja. Dat je het wel wil weten. En daarom nodigen we steeds mensen uit om met ons gewoon te praten. Ja. Onder het genot van een hapje en een drankje als we geld hebben. Maar het eerste contact is, ga met elkaar in gesprek. Ja. Weet je, we zeggen vaak, ga met elkaar in gesprek, maar we doen het niet. Ik ook niet altijd hoor. Soms klap ik ook dicht, want denk ik van, oh jee, hoe moet ik dit stukje nou aanpakken? Ja. Voor mij is ook wel moeilijk hoor. En maar wij gaan het, we gaan het meemaken. Ik ben overigens, Carla, ik ben nu het boek Hallo Witte Mensen aan het lezen. Van Anousha Nzoume. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Ja. En dat gaat heel erg over precies wat Piet ook zegt. En ik heb daar ook, en ik denk ook dat ik een verlichte geest ben. En dan lees ik daar een aantal voorbeelden hoe witte mensen onbewust soms ook dingen zeggen. En als je het dan daar leest, dan denk je, jeetje, ja zeg. Stel nou eens voor. Maar dat is mooi. Hè? Dat is eigenlijk de eerste bewustwordingsproces die in je geest bezig is. Hè? Ja. You have to decolonize your mind. Ja. Maar je moet niet vergeten dat wij praten wel van witte mensen moeten dit, witte mensen moeten dat. Laten we eerlijk zijn, sommige zwarte mensen moeten ook een heleboel nog hebben. Ja, zeker. Want ook wij hebben niet alles meegekregen van onze ouders. Nee. Snap je? Dus het is een herkenning, een bewustwording van beide kanten. Het enige verschil is, wij zijn zwart. Wij kunnen dus nooit schuilen. Nee. En dan misschien, als ik buiten loop, dan ziet men me. En toch zegt men tegen mij, ik zie geen kleur. Nou, daar kan ik heel boos van worden. Ja. Want ik wil hebben dat je mijn zwarte kleur ziet. Ja, mooi. En dan misschien nog één laatste vraagje. Omdat je nodigt ons echt uit om een stap dichterbij te doen. Als we die stap willen zetten, wat is nou het eerste moment waarvan jij nog zegt van, nou, ben er dan bij, volg dat, lees dat, kijk dat. Wat is voor jou nu een mooie stap die iemand die luistert of kijkt zou kunnen maken? Weet je wat vervelend is? Het is nog helemaal niet live. Ik wil je aanraken, ik wil je ruiken, ik wil je voelen, ik wil je pakken. Ja, dan moet ik je langskomen. Dan moeten we dat doen. Ja. Dat is ook gezellig. Dan gaan we dat doen. Ja, toch? Maar waar zouden we elkaar voor het eerst kunnen vastpakken dan? Als het dag 5 juni is en zo, en we kunnen dat weer op afstand. En we kunnen in ieder geval elkaars ogen, elkaars blik weer vastpakken. Vanaf wanneer kunnen we elkaar weer zien? Ja, vanaf wanneer is er een mooie Ketty-Kotty bijeenkomst waar mensen naartoe kunnen? Het is allemaal online. Nu is alles nog online. Online. Okay. Het is nu op dit, maar de eerstvolgende die er is, wat heel mooi is, is bij Theater De Pont. Maar dat is op 1 juli. Okay. Maar je kan ook kijken op 26 juni. Ja. Gewoon inloggen bij het Tijdlab, Stadsmuseum. Daar gaan we dus nog een hele mooie poster voor maken. En kom gewoon kijken vanuit je luie stoel. Kan je op zaterdagmiddag genieten van kennismaking met Kitty Kotty, de dialoog. Dankjewel, Carla. Dat gaan we doen. Die stap gaan we maken. We gaan het doen. Fijn dat je in dit programma wilde komen. En wij houden contact, denk ik. En als we elkaar weer kunnen aanraken en ruiken en voelen en zien en snuiven, dan gaan we dat met alle geweld gaan we dat doen. Iedereen zit erop naar te snakken, geloof ik. Op gepaste nabijheid. Op gepaste nabijheid, ja. Dankjewel. En als wij zwarte mensen iets organiseren, kom gewoon. Kom kijken. Yes. Leuk. Precies. Yes. Dankjewel. Ja. Dag, Carla. Dag. Hoi. Dag.